Onderzoeksmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zijn samen met milieuinspecteurs van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, getraind in het bemonsteren van bodems die gecontamineerd of besmet zijn met pesticiden. Dit meldt het ministerie in een persbericht afkomstig van het Nationaal Informatie Instituut. Dit pesticidenproject is ontstaan naar aanleiding van het onderzoek gedaan door de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO in het Caribisch gebied. De organisatie is nagegaan hoe groot de aanwezigheid van pesticiden in de bodem was en hoe daarmee om te gaan. 11 Caribische landen, waaronder Suriname, doen mee aan dit project. De training is verzorgd door bodemonderzoekdeskundige Gaius Edoxi van de University of the West Indies in Trinidad en Tobago. Hij was vorig jaar in Suriname voor het nemen van mengmonsters in diverse landbouwgebieden. In navolging daarop zijn er plotten uitgezet voor het afnemen van bodemmonsters. Bij dit onderzoek is de nadruk gelegd op openbare plekken die vanwege hun toegankelijkheid voor een ieder een potentieel gevaar kunnen vormen.